Welkom bij weer een uh, nieuwe werkwaarde podcast. Deze keer vandaag in de studio uh, Christel Dekker, uh, financieel planner en mijn directe collega. Ik ben jullie host Reinhard Slee vanuit uh, uw Regisseur. En vandaag nemen we je mee in de wonderen mysteries van de loonstrook. Ja. Want ja, het kan soms best ingewikkeld zijn. En in deze podcast uh, nemen, we, nemen we je daarin mee. Wat kunnen de mensen verwachten, Christel? Nou, um, wat ik merk is dat mensen heel erg gefocust zijn op hun netto inkomen. En ze weten wel dat er bruto inkomen zijn. Ze weten wel dat ze belasting moeten betalen. Maar ja, ik heb het gevoel dat mensen daar niet naar kijken. Mm -hmm. Maar die loonstrook geeft heel veel informatie. Um, waar je echt iets mee kunt. En zeker voor mensen die um, ja, toch uiteindelijk uh, een arbeidsschoongschrift uitkeren gaan aanvragen. Uh, ja, Kan het heel nuttig zijn om daar eens even goed in te duiken. Want het zit allemaal net even iets anders dan je denkt. Devils in de details. Ja, we hebben het gehad over. Of we gaan het hebben eigenlijk, hè, want we hebben hem al opgenomen. Uh, over de leaseauto. En het pensioenpremie. De arbeidsongeschiktheidspensioen. Uh, Jaat. Uh, accidentverzekering. Al die extra private ja. uh, verzekeringen. Maar we hebben het ook gehad over loonheffingen. Ja. De arbeidskorting. Heffingskortingen, ja. ja. De algemene heffingskorting. De arbeidskorting. Ja, hebben we het ook uh, over gehad. En. Eigenlijk de bottom line was dat wij vermoeden dat de loonstrook in veel gevallen klopt. Dat het goed is om te weten hoe die is opgebouwd. maar dat die in veel gevallen bij gezondheid. Hè, dus als je lekker aan het werken bent, mm -hmm. dat die klopt. Maar dat er bij arbeidsongeschiktheid en zeker op het moment dat er veel diverse uh, verzekeringen uitkeringen gaan uitkeringen gaan, gaan starten. Wordt het dan ingewikkeld? Wordt het ingewikkeld en dan is de kans dat het fout gaat neemt best aanwezig, aanzienlijk toe. Ja, wat, wat ik dan altijd wil, is ik wil begrijpen wat er gebeurt. En ik wil het kunnen herleiden. Dus als je wil met... begrijpen wat er <laughs> gebeurt, luister dan deze podcast. Ja, precies. Heel veel plezier met deze podcast. Ja. Wat werk belangrijk maakt, stopt niet bij verzuimen naar zo'n geschiktheid. Ik ben Rijnland Slee en dit is de Werkwaarde podcast... waar we ingewikkelde reintegratietrajecten terugbrengen naar eenvoud. Christel, wat leuk dat je er bent vandaag. Uh, ja. de, de magie van de loonstro. En Maar voordat we beginnen, uh, ik heb wat, wat stellingen voor je oh, om, wow. uh, om heel even de podcast te beginnen. Ik ben benieuwd. Je wou ze niet zeggen, dus ik ben heel benieuwd. Ja, oké. Okay. Um, de eerste. Werknemers zijn niet geïnteresseerd in bruto loon, maar alleen netto loon. Hmm, mooi. Ik denk dat het klopt. Hoezo? <laughs> Nou ja, ik maak het uh, nou vrijwel dagelijks mee, of in ieder geval uh, steeds als ik uh, een uh, financieel inzicht maak uh, voor de mensen, dan uh, vraag ik altijd van: wat is nu jullie belangrijk? En nou ja, in de 99 van de 100 van de gevallen komt de vraag van: ik wil graag weten wat ik straks netto overhoud. Ja. De volgende: de meeste werknemers snappen hun loonstrook niet. Nou, ik denk dat het niet zozeer een kwestie is van snappen, maar ik denk dat het veel meer een kwestie is van uh, interesse. Ik denk dat de meeste werknemers denken van, oké, okay, ik weet mijn bruto loon, dat weet ik eigenlijk niet eens, dat staat ergens op mijn arbeidscontract en uh, ik krijg mijn loonstrook. En wat, het eerste waar ze naar kijken is van wat wordt er net op mijn rekening overgemaakt. Oh, oké, okay, prima, top, klopt wel zo ongeveer. En dan kijken ze niet meer uh, wat er verder op staat. Zouden de meeste werknemers überhaupt wel kijken naar hun loonstrook? Of belandt die gewoon ergens in een soort obscuur mapje in, in, hun, uh, in hun e-mail ergens? Voor, uh... nou, tegenwoordig wordt dat gewoon allemaal digitaal uh, geüpload. Vroeger kreeg je nog met de post die loonstrook thuis. is. Dus dan pakte je hem uit en dan keek je er nog even naar. Ja, Ik ja. denk dat sinds de digitalisering en dat je dat gewoon in een, uh, in een uh, digitale omgeving kunt bekijken als het er is... Als je geluk hebt, krijg je nog een brief of een berichtje van, uh, god, je, je loonstrook is weer uh, geüpload. Maar vaak is dat niet zo, kijken mensen gewoon niet. Wat ze wel kijken, goed in de gaten houden, is op de datum dat normaal zou moeten komen, hun banken. Ja, 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 ja daar. Dus die, uh, die bank-app, die wordt uh, regelmatig geraadpleegd. Uh, en is nu nou die loonstrook in de loop van de jaren uh, ingewikkelder geworden? Uh, misschien zelfs wel een beetje eenvoudiger. Ja, toch wel? Ja. Dat is op zich goed nieuws. Maar goed, nee. desalniettemin staan er nog heel veel dingen op waar mensen denken van, nou ja, wat is dit nou? Ik betaal ervoor, maar geen idee waarvoor ik betaal. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, nou, daar gaan we zo direct ook heel even bij pakken. Um, als arbeidsdeskundige moeten we natuurlijk onderzoek doen. En daar gaat, in een onderzoek die ik, die ik doe, gaat het heel vaak over geld. Arbeidsomschiktheid, ja. geld en verzekeringen en zo. En dan krijg ik soms loonstroken. Nou, ik heb de laatste loonstroken is voor twee pagina's. Ja, die heb ik gezien, ja. Nou, dat moet ja, dat, en gek genoeg zit dat eigenlijk helemaal niet uh, primair in, in de opleiding tot de arbeidsdeskundige. Om uh, die fiscaliteit van zo'n loonstrook goed te gronden. Nou, daarover meer. Ik heb nog een stelling voor je. Oké. Okay. Werkgevers moeten werknemers uitleg geven over hun loonstrook. Uh, ja, ik denk dat dat gebeurt, maar weer in een digitale omgeving. Dus ik denk dat je zeker bij grote bedrijven op de, op de intranet echt wel kunt vinden: van wat staat er nou allemaal op mijn loonstrook? Maar geen hond die er de tijd voor neemt om er even naar te kijken. Want zou het wel eens kunnen zijn dat die niet klopt dan? Eh. Uh... Eerlijk ben ik ook zo iemand die dat niet zo goed controleert. Dus ja, er zal vast wel een keer een fout in zitten. Weet je, niemand is perfect. Loonadministraties maken ook fouten. Dus het kan best wel eens zo zijn dat er dingen ontbreken. En uh, waar mensen dan nog wel naar kijken is uh, declaraties. Weet je, kilometerdeclaraties. Uh, heb je een keer wat voorgeschoten? Of, of een lunch die je uh, vergoed krijgt van je werkgever? Daar wordt wel op gekeken. Nou ja, die dingen worden natuurlijk ook af en toe niet verrekend. Ja. Ja, maar ja. ja, weet je, uh, fout in de loonheffing is ook niet zo erg. Je kunt het ook niet controleren, maar stel dat daar een fout in is, is dat niet erg. Weet je ook waarom dat is? Ja, nou, ik denk omdat het een voorlopig voorschot is. Ik bedoel, de werkgever, uh, ik als werkgever, ik ben ook werkgever, uh, ik betaal de loonheffingen aan de Belastingdienst. Um, en die, die hou ik eigenlijk, uh, die hou ik in. En aan het eind van het jaar ja, moeten we kijken of dat genoeg is geweest. Ja. ja, we kennen eigenlijk maar één belasting. waarover je belasting moet betalen. Dat is gewoon de inkomstenbelasting. En dat is iets wat we massaal elk jaar. aan het begin van het jaar, vanaf maart tot, uh, tot 1 mei. mag je die invullen. <coughs> en daar wordt bepaald wat jouw belasting is. Maar als werkgevers geen loonheffing zouden inhouden. dan hebben we met z'n allen een heel hoog loon. en moet je één keer per jaar gaan betalen. Nou, voor de overheid natuurlijk niet handig... want dan krijgen ze maar één keer per jaar hun geld. Daar moet natuurlijk heel veel van betaald worden. Uh, ja. En is dus de vraag of er nog genoeg geld over is. Dus ja, loonheffing al, uh, is een voorheffing van de inkomstenbelasting. Yes. Dus stel dat daar dingen niet goed gaan... of niet goed verrekend worden, geen probleem... dan wordt dat met de inkomstenbelasting rechtgetrokken met aangifte. Ja, alleen hoe vaak gebeurt dat dan? Uh, nou, ik dat, denk dat... dat gaat automatisch. Tegenwoordig is het vooraf ingevuld. En dan zie je aan het einde of die werkgever te veel of te weinig heeft ingehouden. En dat is weer afhankelijk van allerlei aftrekposten die je hebt. Ja, maar als je dus dat dus. Ja, er zijn, ik kom nog steeds wel werknemers tegen die nooit aangifte doen. Die, die dat gewoon laten voor wat het is. Uh, dat mag niet zomaar. Nee, nee. nee. Oké, okay, maar we ja, nee. hadden nog niet zo heel lang geleden ook een cliënt, hè? en die ja. had nog nooit aangifte gedaan. Klopt, heel apart vond ik dat. Want weet je, even onze kinderen, zodra die een, uh, uh, dat was eigenlijk gewoon nog een bijbaan als student, uh, die hebben één keer uh, uh, ja, zo'n vroeger uh, formulier uh, dat je nog inkomensbelasting terug kon vragen ingevuld. En vervolgens moesten ze het jaar daarna gewoon verplicht... aangifte inkomstenbelasting doen. Ik weet het ik mijn eerste bij, maar als je Maar zo zo'n T-biljet was dat toen Ja, ja dat zocht ik. Uw ja. biljet? Nee, dat zo, was het was niet. Wel graven, dat is al even diepgegaan. Maar dat is er niet meer. Hè? Dat, okay. uh, je moet nou gewoon een aangifte doen uh, om, om belasting terug te krijgen. Okay. Dus eigenlijk kunnen we ervan uitgaan... dat dat min of meer goed klopt. Hè? Dus de loonheffingen worden ingehouden op het loon. En nou, dat is eigenlijk een voorheffing. De werkgever betaalt die alvast voor, uh, voor de werknemer... En als het goed is, dan klopt de inkomstenbelasting. Nu de volgende stelling, de laatste overigens ook. Op de loonstrook behoort te staan waarvoor werknemer is verzekerd. Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, als er premie betaald wordt voor de dingen waarvoor te verzekerd zijn, uh, omdat je als werknemer mee moet betalen, dat mag ook. Een werkgever mag ja, daar ook uh, aan mee laten betalen, bijvoorbeeld een uh, WGA-verzekering. Ja, um, maar mag die helemaal zelfs uh, volledig in rekening worden gebracht? Ja, mag ook, maar de, de WGA-premie... WGA maar 50%. Ja, ja, die maar 50%, ja. Um, ja, dan zie je waarvoor je verzekerd bent. Um, ik denk dat dat veel meer thuis wordt in de algemene informatie over um, arbeidsvoorwaarden. Want wat ik regelmatig tegenkom is, weet je, waar ben je dan voor verzekerd als jij uh, uh, arbeidsongeschikt komt? Wat heeft jouw werkgever geregeld voor als jij arbeidsongeschikt wordt? En dat weten mensen vaak niet. Nee, dat, maar dat kan ook zijn natuurlijk dat er meerdere dingen geregeld zijn. Um, ja, als je, hey, alle werknemers zijn in, per wet verzekerd voor, uh, voor WW, ziektewet en de WIA. Ja. Ja, dus voor werkeloosheid. Ja, werknemersverzekeringen zijn dat? Werknemersverzekeringen. Ja, 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 automatisch. Uh, werkgevers moeten daarvoor premie betalen. En die ze gedeeltelijk in rekening brengen bij de werknemer. Nou, dat staat op die loonstrook. Maar wat ook op de loonstrook staat. Is ver, is zijn allerlei private aanvullingen. Via jaad, een excedent, een uh, arbeidsongeschiktheidspensioen. Via bodemverzekering. Uh, ja. ja. Um, en wat nu verzekerd. En pensioen natuurlijk ook. Maar wat nu verzekerd is. voor pensioen en voor de via en voor de jaad en voor. De via, het hoeft niet per definitie hetzelfde te zijn. Wat bedoel je? Niet, wat wat verzekerd is? Nou, ik, ik heb een keer een klant gehad die ik heb begeleid ja. en die, uh, die werkte bij een grote verzekeraar en die had een uh, jaadverzekering, een excedentverzekering, nou ze had allerlei arbeidsongeschiktheid en de via. En in, in zijn geval was er dan ook een soort van medische afzakker. Daar ga ik op, gaan we later nog op podcast kasten ja, 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 om de later podcast. Um, ja. Maar waar je dus recht over had op loondoorbetaling. Wat het UFV vond dat zo'n loon was. En wat de jaartse vond dat zo'n loon was. En wat de excedentverzekering vond dat zo'n loon was. Dat was allemaal anders. Dat is vreemd. Want die definitie is op zich wel duidelijk. Nou, de definitie was dus overal anders. De pensioenverzekeraar die had een andere grondslag. Ja, ja dan. Ja, ja. Uh, nou ja, het UWV. UWV werkt in ieder geval met je SV-loon. En dat is uh, sociale verzekeringsloon of SVW-loon of loonheffingsloon. Of weet je, er zijn meerdere termen die daar, uh, die daar mee gaan. En daar is wel iets vreemds mee aan de hand. Want uh, dat is niet per definitie jouw bruto maandsalaris... maar 12 plus vakantiegeld en eventueel een eindejaarsuitkering. Ja, want wat is dat SV-loon? Um, want SV dat, is, dat is het bedrag waarover... Het sociaal verzekeringsloon, dus dat is een bedrag wat verzekerd is. Nee, dat is het bedrag waarover jou, jij uh, inkomstenbelasting gaat betalen. Of tenminste de loonheffing dan op mm -hmm. jouw salarisstrook. Okay. En voordat die loonheffing komt, zie je vaak ook op een loonstrook, dan zijn er een paar uh, uh, dingen die niet meetellen en dingen die juist wel meetellen. En dingen die er gewoon helemaal buiten vallen. Dat zijn de netto vergoedingen. Mm -hmm. Dus als we van bruto naar netto gaan. Het etentje bijvoorbeeld. Ja. ja, die declaratie. Of die kilometervergoeding. Als die gewoon 21 cent is. Dat is dan een onbelaste vergoeding. Ook woon-werkverkeer. Dat is allemaal netto. Maar het begint bij bruto. Dan gaat het, uh, betaal je bijvoorbeeld premie voor je pensioen. Dat gaat eraf. Uh, dat is gunstig. Want dan wordt jouw uh, loon waarover jij belasting moet betalen lager. Waardoor je uiteindelijk netto meer overhoudt. Um, ja, dan gaat er nog misschien nog wat meer af uh, en er komen wat dingen oh, bij die er wacht niet meer mee tellen. Ik onderbreek je al even, want ja. je zegt het gaat er af waardoor je netto meer overhoudt. Ja. Toen was je me even kwijt. Ja. Hoe dan? Stel, je verdient 5000 euro en je betaalt niet mee aan je premie, dus geen eigen bijdrage voor pensioen. Je bedoelt 5000 euro bruto per bruto maand? Bruto per maand, ja. ja. Dat is jouw, jouw bruto loon. Mm -hmm. En um, dan betaal jij dus belasting over 5000 euro. Als er okay, niks ja. afgaat. Heb jij een eigen bijdrage van pensioen. dan wordt dat in mindering gebracht. over die 5000 euro. Dus je betaalt het bedrag wat er staat. niet netto. maar bruto. Stel je betaalt 200 euro. aan een bijdrage. aan mm, pensioenpremie. Ja. dan betaal je dus. maar over 4800 euro. daar wordt dan de belasting over geheven. Ja, 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 ja. Dus, dus het verlaagt je SV-loon. Ja, het is een soort Bruto-netto. Bruto dus bruto je betaalt netto. van je Bruto. voordat je belastingen hebt betaald wordt er al een stuk uh, van je... wordt ingehouden voor je pensioen. Ja. ja en dan als die later gaat uitkeren... moet je dan alsnog belasting betalen? Ja, sowieso, hè. Oké. Okay. Uh, Alle inkomen wordt belast in Nederland. Uh. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja allemaal... Oké. Okay. Dus, dus je hebt bruto loon... Um, en daar wordt de pensioen van afgehaald. En dan, uh, dus dan wordt de belastbaar loon eigenlijk lager, zeg ja. je. Oké. Okay. En dat is dan? gunstig... omdat je netto inkomen dan in die maand hoger is... Maar het heeft wel invloed op jouw SV-loon. En zeker voor de mensen waar wij mee werken... Die, die uiteindelijk toch in aanmerking gaan komen met, uh, voor een WIA-uitkering... is dat wel een heel belangrijk iets. Ja, want je zei netto-loon wordt hoger. Want inderdaad, of je nou belasting betaalt over 5000 euro... of je betaalt belasting over 4800 euro. Dus je betaalt uh -huh. in, in basis over 4800 euro minder belasting... Waardoor ja. er onder de streep dus meer overblijft. Meer overblijft. Ja. Dus, dus eigenlijk die inhouding in het kader van pensioen... dat is dus uh, voordelig voor werknemers. Ja, zolang jij gewoon nog lekker aan het werk bent, zeker. Ja. Maar de WIA gaat uit van je SV-loon. En het SV-loon hm. is het bedrag waarover jij inkomstenbelasting betaalt. Dus je voelt ja. er al een beetje aankomen. Ja. Dat is dan niet die 5000 euro, maar die 4800 euro. Ja, dus eigenlijk wil je... Als je gezond bent, wil je netto, zoveel zo zo mogelijk, wil je zo min mogelijk belasting betalen. Ja, dit yeah, obviously. Ja, ja. Um, en, en dat stuk netto, maximaal hebben, zo min mogelijk belasting. Maar eigenlijk op het moment dat je je maximaal zou willen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, dan is dat misschien helemaal niet zo'n interessante strategie. Nee, maar jij hebt geen keus, want uh, die werkgever bepaalt gewoon dat jij uh, bijdraagt uh, aan je pensioen. Dus ja, je kunt wel zeggen, okay. ik hoef geen pensioen opbouw, maar dat lijkt me helemaal niet gunstig. Dus, nee. Dan heb je na nou, AOW weer niks. Dus uh, ja, je komt daar niet onderuit. Dus die pensioenpremie, die zie je ook terug op je, op je loonstrook. Als eigen bijdrage pensioen. Hm. En welke andere variabelen zijn er dan nog meer? Uh, premies voor uh, die via accident, voor die WGA-hiaartverzekeringen. Die worden allemaal in mindering gebracht um, op jouw bruto loon, op die 5000 euro die ik net als in het voorbeeld noemde. Waardoor uh, jouw SV-loon verlaagt, maar gedurende je werkzame leven het netto inkomen verhogen. En ja. ja, je moet die premie ook betalen, maar ja, daar kom je toch nu onderuit. Maar je, je betaalt die premie dus bruto. Welke premies? Die... Zowel de pensioenpremie, maar ook die wga uh, ook die uh, via accidentverzekering verzekering. Ja. Dat zijn allemaal premies die je bruto betaalt. Dus, uh, Ja, dan betaal je dus uiteindelijk over een lager bedrag inkomstenbelasting. Ja, zullen we er gewoon eens een paar, uh, paar pakken? Hè? De, wat, wat iemand zou kunnen zien op de loonstrook. Mm -hmm. um, heb je er eentje voor je? Ja, ik heb er toevallig okay. eentje, eentje voor me. Um, ik zeg maar wat. Premie-aanvulling WW. Wat is dat? Oh, dat is, uh, dat is niet uh, premie-aanvulling, maar dat is uh, de private aanvulling WW. Dat is een, uh, ah, een regeling waarbij de WW vroeger altijd nog een uitkeringstermijn had van drie jaar. Ah, check. En nu check. is het 24 maanden. En nu is het is 24, dus 24 maanden. Ja, en dan zijn er bedrijven die hebben dat afgesloten. En dat is denk ik een, een, een tientje of zo uh, rond die koers. Wat mensen ja, dan individueel uh, betalen. 0,1 procent. Dus ja, dat is uh, euro's werk. In dit, ja, uh, precies. Ja. Ja. Okay. Dus dat, dat, daarmee verzeker je dus uh, op het moment dat je werkloos wordt. het derde jaar uh, WW. En dat gaat via de stichting PAWW. Waardoor je daar uh, een extra uitkering van uh, kan ontvangen. Oh ja, dus, dat is ook goed om te zeggen. Dus in plaats van premie aanvulling WW had er ook PAWW kunnen staan. Ja. Ik heb hier een andere. Premie AOV. Het is een werknemer, hè? dus het uh... ja. is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. O, oh, dat is de afkorting, uh, neem ik aan. Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk, correct me if I'm wrong, dat het hier gaat om een soort combipolis. Ik bedoel, we kennen ja, het een accident, arbeidsongeschiktheidspensioen en dat soort zaken, maar er zijn ook vaak werkgevers die gewoon een compleet arsenaal hebben aan verschillende verzekeringen. En dat wordt eigenlijk onder één noemer aangeboden. Ja. Ik denk eigenlijk dat het hier dat dat hier om gaat. Het staat ook bij dat het bij uh, Loyalis is. Ja. Dus ik denk dat het een combinatie is van een hiaat uh, en een excellentie. Loyalis en ABP die hebben een, een, een dat zijn vriendjes <laughs> ja. en alle mensen die in overheid zijn die krijgen um, als arbeidsongeschikt raken uh, van uh, ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen en een AOV uitkering van Loyalis. Ja. Dus dat is waarschijnlijk iemand die bij een gemeente werkt, of in het onderwijs, of in ieder geval een, een ambtenaar. En, en, wat, en wanneer gaat die AOV dan uitkeren? Ja. Direct. Ik heb laatst iemand uh, die, uh, die inderdaad ook bij het ABP verzekerd was. Uh, de pensioenopbouw gaat dan vaak voor 50% door bij het ABP. Mm -hmm. Maar daarvoor in de plaats krijg jij vanaf de dag dat je arbeidsongeschikt bent. krijg jij een uitkering van, uh, van het ABP. Dat heet dan arbeidsongeschiktheidspensioen. En daarnaast nog een uitkering vanuit Loyales. Dus het is en een via-uitkering en Loyales en ABP. Waardoor deze meneer, uh, die kreeg een IVA-uitkering. In plaats van 75% zat hij op 85%. Ja, ja, ja ik, ik ken toevallig een verhaal waarbij de werkgever uh, had. Er uh, was een vroegde aanvraag, die had dit product. Dat is toevallig zijn loonstrook. Ja, is niet toevallig. Nou, in de loop van een jaar hebben we heel wat loonstroken gezien. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door uw verzuimregisseur en portretmakers. Uw verzuimregisseur begeleidt chronisch zieke werknemers voor. Tijdens en na het UWV-traject, zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen deze graag verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenotencoaching en workshops. De werkgever had de werknemer omdat het toch echt een schrijnende situatie was afgesproken om 100% loondoorbetaling te doen. Ja. Vroeg de via-aanvraag, werd toegekend. Ja. Um, dat was nog uh, nummer 150 denk ik of zo. Dat uh, is een tijdje geleden. En toen startte de AOV per direct. Ja. Uh, en het arbeidsongeschiktheidspensioen ook. En de aanname was... die gaat ten tijde van de loondoorbetaling naar de werkgever. Maar toen zei de werkgever... nee, je hebt hier al zelf premie voor betaald... dus die is van jou. Waardoor de werknemer effectief zeg maar... tijdens de vroegte aanvraag tot einde wachttijd... dat was nog bijna meer dan een jaar in zijn geval iets van 140 loon kreeg. Ja, nou dat had ik laatst ook, um, maar dat was juist het omgekeerde. Want um, in principe is dat uh, dat het al beschikbaar van ABP uh, naar de werkgever, het werknemer gaat. Mm -hmm. Dat is op zich best wel logisch, maar die werknemer had gevraagd van uh, wil je er naar ons overmaken? En dat is niet verplicht. Ja, ja. Dus als de werknemer dus eindelijk... zegt gewoon nee, dat doe ik ja, niet. Ja, nee. De, <laughs> ja. Dus ik had zoiets van, ja, zegt maar waarom, waarom wordt dit gedaan? Ik zeg, ja, maar in principe, of het tenzij dat dat in de cao of onderliggend nog afgesproken is, maar in principe is dat een uitkering voor jou. Ja, oké. Okay. Dus de werknemer mag ook zeggen, nou, dit is mijn verzekering, ja. ik heb premie betaald, dus die uitkering komt mij toe. Ja. Maar je mag toch verwachten als die uitkering dan, die eigenlijk van die werknemer is, en die wordt naar die werkgever overgemaakt, dat die werkgever dat dan via de loonstrook dan weer die werknemer daarin compenseert. Ja, dat is, allemaal de ja, vraag, dat 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 is maar de vraag ja. of dat gebeurt, of dat hij denkt van nou weet, je, het, het is een extra wat direct ingaat bovenop de ja het, het loon en de uitkering die de, die de werknemer nog krijgt. Ik vind eerlijk gezegd, kijk, op het moment dat de werkgever bijvoorbeeld een loon door heeft van 70%, die vervolgens krijgt hij dan de volledige via-uitkering toegekeerd, uitgekeerd, en dan nog het arbeidsongeschiktheidspensioen van de werknemer... incasseert hij ook en die betaalt alleen maar 70% door. Dan denk ik, nou, dat, dat klopt niet. Nee, dan Mark. moet uiteindelijk wat, wat, ja. wat die werknemer krijgt... veel hoger zijn dan die 70%. Ja, obviously. Ja, zeker. En dan breng je van, nou, gaat het altijd goed? Weet je, daar Top. zijn natuurlijk momenten waar het vaak fout gaat, hè? Ja, dit soort want, ja, speciale precies. Ja, Ja. Ja, want op het moment dat je gewoon lekker aan het werk bent, je bent niet ziek, weet je, dan, dan denk ik dat de kans groot is dat je loonstrook gewoon klopt. Ja, precies. Maar op het moment dat bijvoorbeeld de uitkeringen worden die eigenlijk voor de werknemers zijn, worden overgemaakt naar de werkgever. En de werkgever moet dat op een of andere manier soort bruteren en doorstorten. Is het de vraag of het allemaal klopt? En ja. of ze overal rekening mee hebben gehouden. Hè? Zeker als het complex is. Want als is en, en uh, van, van de WIA wat krijgen, die werkgever, en van het ABP, en van Loyalis. Uh, en loondoorbetaling, ja. Hmm, gaat dat allemaal wel goed? Ja, ik kan nog niet zo lang geleden een cliënt en die werkgever beweert bij hoog en laag dat hij het goed kon. En ik, ik ging naar... Omdat ik oprecht geïnteresseerd ben van hoe werkt het nou? Omdat ik het niet snap. Kijk, want het, het, het UFV, die zegt bij de IVA 75% van um, het via maandloon. En dat is überhaupt al gemaximaliseerd, maar het gaat over SV-loon. Terwijl werkgevers vaak 70% van het bruto loon betalen. Ja, klopt. Totaal andere definities. En die werkgevers zei: nee, wij gaan aanvullen. En zeg maar, hoe bereken je nou hoeveel je nou moet aanvullen? En, en, en ik ben ook echt oprecht genuzieën van hoe zit dat dan met alle premie? Want bedoel, het bruto loon gaat omhoog, omdat de premievrijstelling komt voor allerlei arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Want ja, die heb je niet meer nodig. Nee, ja, het SV-loon gaat omhoog. Het SV-loon gaat omhoog. Ja. Ja. Maar bruto loon niet, hè? Nee, bruto brut loon blijft, ja, blijft gewoon, ja, blijft gewoon gelijk. Ja. ja, weet je, die werkgever die heeft heel... gewoon in een Cao waarschijnlijk of in een arbeidscontract uh, afspraken gemaakt van wat doen wij als wij met arbeidsongeschiktheid te maken met ziekte. Mm -hmm. uh, sowieso moeten ze twee jaar lang doorbetalen, maar dat is niet twee jaar lang 100%. procent. Wettelijk is dat 70%, maar vaak zijn er afspraken... dat je in het tweede jaar echt ja. wel terugvalt naar 70%. Er zijn ook werkgevers die 100% doorbetalen. Die zijn er ook, ja. 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 En dat dan een werkgever de, de uitkeringen krijgt, dan denk ik... oké, okay, die ja. snap ik, die volg ik. Maar ten alle tijde moet hij uh, voldoen aan die verplichting. Dus uh, als hij 70% moet doorbetalen van het uh, bruto loon van de werknemer en hij krijgt 75% van de WIA-uitkering... en dat is lager, want dat heb ik ook wel gezien... Hè? omdat het SV-loon lager is, dat is nog steeds lager... Mm -hmm. dan 70% van de bruto-loon wat die werknemer heeft... ja, dan is dat gewoon uh, een compensatie voor de werkgever. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn... dat als ze 80, 90 of 100% doorbetalen in het tweede jaar... om te krijgen die WIA-uitkering... dat ze gewoon meer moeten betalen. Of juist minder, dat het... Ja, het, het via, dat de WIA-uitkering hoger is dan de loondoorbetaling. Maar dat, 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 vind, dat vind ik zo moeilijk om, uh, om te begrijpen. Want um, op het moment dat die arbeidsongeschiktheid intreedt, dan verandert eigenlijk het, uh, het SV-loon. Want bijvoorbeeld die, die, die pensioeninleg, die gaat meestal nog door tot einde dienstverband. Ja, maar die heeft geen invloed meer op de uitkering. Nee, nee dat niet. Nee. Maar uh, ik, ik zie wel vaak is dat er bijvoorbeeld geen reiskosten meer is. Mm -hmm. uh, en dat misschien de leaseauto die er was, weet je, dat die, ja. dat die van de loonstrook uh, afgaat. Waardoor er nette onder de streep echt iets verandert. Uh, ja. um... En met de leaseauto werkt het precies omgekeerd dan met pensioenpremie. Hè? Ja, leg dat eens wat meer uit. Ja, maak je zin nou, want ik onderbreek je. Nou, wat, wat ik, ik zo uit. Kijk, er zijn best wel wat werk. Wij hanteren deze methode bij uw samenwerkingssuur nooit tot zelden, omdat het gewoon een soort moeilijk, ik vind het gewoon echt oprecht ingewikkeld. Um, hè, dus om de uitkering, de vervoegde uitkering, over te maken naar de werknemer. En dat de werkgever dan gaat aanvullen. Dan vraag ik me af van ja, maar hoe bepaal je dan tot hoeveel je gaat aanvullen? Aangezien het netto loon. Bij wijzigt bij arbeidsongeschiktheid? Het SV-loon wijzigt bij arbeidsongeschiktheid? Hoe doe je dat dan? Hoe doet een werkgever dat? Nou, ik denk dat die werkgever gewoon gaat kijken van wat zijn mijn plichten? En uh, dan gaat het met name om het feit van welk bedrag is nu hoger? Is uh, de loondoorbetalingsplicht... Uh, ja, die gaat gewoon door. Br die is gebaseerd uh, op bruto ja, loon? Ja, bruto loon. Het ja. enige wat verandert is het netto van de werknemer... Dus die fiscale bijtelling waar we het net over hadden, waar, waar pensioenpremie zorgt dat je SV-loon verlaagt, mm -hmm. omdat je dat eraf mag trekken, is die fiscale bijtelling gewoon voor het SV-loon, bruto loon. Dat is geen cashloon wat je krijgt, nee. maar het is een bijtelling. Ja, je hebt het over de auto. Ja. En de fiscus ziet de auto eigenlijk als soort loon in natuur. Ja, hè? En, dus ja. dat, dat, dat ja. wordt een soort fictief, wordt er dus iets jouw bij De SV-loon is dan hoger. Ja. Dus dat betekent fictief eigenlijk dat je ook meer verzekeringsrechten opbouwt. Ja. Ja, ja, ja. jammer genoeg betekent het ook dat je meer belasting betaalt. Maar... Ja. ja. <laughs> dus, dus heel even gek scheert. Als je eigenlijk een klein dienstverband zou hebben, maar je zou, weet ik veel, een of andere een enorme dure auto rijden, dus je bijtelling is soort, nou, door het dak, en je zou la arbeidsongeschikt worden, dan, dan, dan heb je dus de kans dat je dus een best wel riante arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. keren krijgen. Ja, klopt. Dat is wel gek, toch? Dat is eigenlijk heel gek. <laughs> dat maar dat komt omdat het rekening. gebaseerd is op het loon waar je belasting over betaalt. Okay. En die auto, daar betaal je gewoon flink, flink belasting over. Ja. Maar werknemers denken op het moment dat zij de vervoegde ja-aanvraag doen, bijvoorbeeld. En die zegt, nou, geef die uitkering maar aan mij. Werknemers denken netto. Ja. Toch? Ja. En die, zeggen, ja, die krijgen van het UWV gewoon een bedrag op de rekening. En die werkgever moet aanvullen, maar dan krijg je twee inkomensstromen. Ja. En dan de, je mag maar loonheffingskorting op één van die twee toepassen. Dus eentje, daar wordt, ja, worden eigenlijk geen, worden te veel belastingen ingehouden. Dus je betaalt, krijgt eigenlijk. En wat denk je van de arbeidskorting? Geen arbeidskorting. Ja. Ja. Heb je overigens wel recht op, maar ja. Ik geloof niet dat dat uh, heel erg. Uh, ja, dat is, is nogal obscuur, hè? En, en Leg eens dus iets, iets ja? meer uit over die arbeidskorting. Want volgens mij is dat niet bij iedereen. Uh, ja, een arbeidskorting die komt te vervallen op het moment dat jij een via-aanvraag uh, doet. Dus dan krijg je een uitkering, dan heb je geen inkomen meer uit arbeid. Dat is uit vroegere arbeid. Dat voert indirect, heeft dat wel linken natuurlijk. Maar het telt bij de inkomstenbelasting niet mee als inkomsten uit arbeid. Nee, wacht even, deze wil ik corrigeren. Ja. Want je zei. Uh, uh, als, die, als je de aanvraag doet, het gaat over de uitkering. Niet, niet over de aanvraag van de uitkering, maar het gaat over de uitkering zelf natuurlijk. Ja, de natuurlijk. uitkering zelf, ja. En je kan ervoor kiezen, of je het UV vraagt je in het aanvraagformulier, naar wie moeten we de uitkering overmaken? Ja. En als je er dus voor kiest om de uitkering naar jezelf over te maken, dan krijg je dus inkomen uit uitkering. En dan krijg je niet dat leuke extraatje van de Belastingdienst, namelijk dat je minder belasting hoeft te betalen, de arbeidskorting. Klopt, maar um, zolang jij nog in dienst bent, heb je daar in principe wel recht op. Dat ja. is een uitspraak geweest zo, van de rechter. Maar of dat altijd goed gaat, dat weten we dus ook niet. Daarom kiezen wij er ook altijd voor om die uitkering naar de werkgever over te maken. En dan gaat het, vanzelfsprekend, dan gaat het vanzelfsprekend goed, of in ieder geval beter. En werkgevers snappen het ook vaak niet hoe ze het in de loonadministratie moeten doen. Als iemand rechtstreeks een WIA-uitkering een, een, een krijgt en zij moet ook nog loon doorbetalen. Dan, dan zijn ze de weg even kwijt en denken ze van oh ja hoe moeten we dat precies doen? Ja. Dus dat gaat, dan gaat het vaak fout. Dus ja, wat, wat we in de praktijk merken is dat als werknemers uh, de uitkering van de via naar de werkgever laten overmaken, dat de arbeidskorting vanzelf goed gaat. En, ja, want dat staat. Ja, eigenlijk dat, dat altijd het voor de werkgever over. ook veel duidelijker is wat er moet gebeuren. Ja, ja. Ja, en, want ik denk ook hè, uh, dat veel werkgevers dat uiteindelijk toch best wel ingewikkeld vinden. Hè? Want ja. die moeten dan, uh, eigenlijk moeten ze dan de betaalspecificatie van het UWV zien. Van oké, okay, hoeveel heb je dan gekregen van het UWV? En wij moeten matchen tot nou, wat in het CAO staat of in de arbeidsovereenkomst. En weer rekenen natuurlijk. Van, en rekenen. Nee, komt weer een pot binnen en wat doen we daarmee? Dus dat is voor een loonadministratie best wel ingewikkeld. Ja, Kijk, en bij maar, grote ja, bedrijven precies. hebben we natuurlijk vaker met dat beltje gehakt. Dus die, ja, die weten dat wel. Of, maar ja, je zult maar een kleine werkgever zijn en dat nooit bij de hand hebben gehad. Hey, maar als je nou dat dienstverband eigenlijk wordt, nou dan wordt dan fictief, krijg je dan minder lonen. Want er wordt gezegd, nou je krijgt al uitkering, dat mogen we dan aftrekken. Hoeveel pensioeninleg betaal je dan nog? Nou, dat wordt dat af, naar RATO gedaan dan? Uh, dat is niet de bedoeling. Nee, toch? nee, nee, dat gaat niet naar RATO. Nee, want je pensioen bouwt gewoon nog op. En dat heeft niet ja. te maken met <coughs> even vlokje water. Ja, want zolang je in dienst bent, uh, <coughs> bouw je ook, uh, nee, zolang je loon krijgt, betaal je pensioen. Ja, en soms heb je een premievrijstelling. Ja, maar die is maar over één gedeelte, toch? Want de werknemer die legt in zijn eigen pensioen in en de werkgever legt ook voor de werknemer alle twee ja. in het potje. Ja, maar dat is dan vaak verzekerd bij arbeidsongeschiktheid dat je als werknemer die premie niet meer hoeft te betalen. Ja, voor het werknemersgedeelte. Ja, voor het werknemersgedeelte. Dus dan wordt die premie eigenlijk overgenomen door de, uh, door de verzekeraar. Ja. Maar goed, dan is het de vraag: wanneer stopt die dan? Stopt die dan zodra de via uitkering is uh, toegekend? Of stopt hij bij einde dienstverband? En Stopt bij einde loondoorbetaling zou ik zeggen. Ja, maar het stopt ook wel, wel eens als, zodra die beschikking is toegekend. Dat kom ik ook tegen. Dus die afspraken zijn een beetje ja, het, verschillend. Het, het is toch wel vreemd, hè? want we hebben het niet over uh, zakgeld. Dit, dit, nee. dit gaat echt om een forse bedrag per maand. Wat ik trouwens ook uh, al heb gemerkt... Uh, is dat een, uh, een, een accidentverzekering? En uh, dat is de verzekering die het stuk verzekert. Want het UWV topt het eigenlijk af. Hè? De, mm -hmm. de, de, het UWV uh, verzekert met een IVA vel vania uitkering Maximaal 70 of 75 procent van dat SV-loon waar we het eerder over hadden. En dat is gemaximeerd dan, hè? ongeveer ja. uh, bruto per jaar 69.000 euro. Zoiets. Ja. En, maar het kan zijn dat je het eventueel dat je veel meer verdient dan dat. En dat gedeelte daarboven, dat noemen we dan max-dagloon. Dat gedeelte daarboven is niet verzekerd. Uh, dus dan moet je. Niet bij het UWV. Niet dus dan bij het, dan het moet UWV. Je ja. apart verzekeren. Ja. ja. Een private aanvullingsverzekering. Ofwel uh, het gedeelte boven het max-dagloon. Dat kan je dan met een excedentverzekering. Uh, ja, zo noemen dan. we dat. Wat ik. Uh, en ik heb alleen dan nu al twee varianten gezien. Want ik heb een cliënt meegemaakt. waarbij de excedentverzekering startte. op een moment van start via uitkering in dit geval mm -hmm. was het vervroegd. En ik heb een cliënt gehad. waarbij de excedentverzekering pas startte. Bij het einde van de 104 weken. Ja. Het is maar net welke afspraken gemaakt zijn. En datzelfde geldt voor de pensioenpremie. Want ik heb ook meegemaakt dat de pensioenpremie al stopt. op het moment dat de via is toegekend. Dus zodra ja. de cliënt een via beschikking heeft. dan stopt de eigen bijdrage voor pensioen. Ook al duurt dat nog een jaar. Eh, dat, ze, dat ze een loondorbedalingsplicht hebben. Ja, eigenlijk zo meer dan zou je kunnen zeggen. is dat. Dat in de regel eigenlijk heel simpel wordt gezegd, hè, want je hebt al een soort, je hebt de VIA en dan heb je ook nog private aanvullingsverzekeringen en dan wordt dan gezegd, nou die volgen het UWV, alleen de praktijk kan eigenlijk best wel een soort uh, weerbarstig zijn, yeah. hè, dus dat in sommige gevallen arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen al meteen start bij toekenning van de VIA, soms dus pas later... De accidentuitkering kan eventueel meteen starten. In sommige gevallen ook pas eind wachttijd. Hetzelfde ja, met dat uh, pensioen van ABP en Loyalis. Dat start ook al meteen. Ja, en, en, en dan daarnaast uh, in, uh, meer, uh, in de onkosten. Bijvoorbeeld, het kan ook zijn dat je een lease-auto krijgt voor twee jaar ziekte. En weet je, dus zolang uh, dat je die leaseauto mag rijden, zolang je dienstverband uh, actief is. Ja, 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 die ja die zijn er wel heb regelingen ik wel eens gezien. ja echt waar ja, die heb ik meestal gezien. zijn er regelingen dat je na zoveel x maanden uh, ziekte, ziekteverzuim dat je dan uiteindelijk wel je auto eerst moet inleveren um, ja die heb ik ook gezien ja ja is dat een werknemer dan maar goed dat betekent wel dat in je loonstrook dat er wel iets gaat veranderen ja zeker ja kijk zodra je je leaseauto hebt uh, ingeleverd dan uh, gaat jouw bijtelling omlaag uh, en betaal je gewoon uh, minder belasting? Um, kan je nog even kijken? Hoe zit het met, de, met vakantiegeld en vakantiedagen? Want die zie je natuurlijk ook terug op de loonstrook. Ja. En ik zie vaak dat dat dan cumuleert. Hè? Dus dan wordt dan gezegd, nou op een jaarbasis. Iedereen er wordt blijkbaar altijd van uitgegaan dus dat je een heel jaar in dienst blijft. dan dus wordt er gezegd, nou, dit is je budget. Ja. Ja. Uh, vakantiedagen, eindejaarsuitkering, overwerkuren en zo. Die, uh, dat zijn eenmalige uh, uitkeringen. En die zijn weer net even wat anders belast. Dus die gaan tegen een bijzonder tarief. Ook vakantieuren. Want hm. dus die krijg je in mei. En daar betaal je dan uh, lijkt iets meer belasting over. Dat is op dat moment ook zo. Maar dat komt omdat die, die, die loonheffing die rekening houdt met die arbeidskorting en die algemene heffingskorting. Die wordt vooraf een beetje berekend op basis van het salaris, wat je eigenlijk standaard hebt. Mm -hmm. Dus die 12 maanden inkomen, en daar wordt die over verdeeld. Dus die is eigenlijk al op als vakantiegeld uh, uitbetaald wordt, of als de eindejaarsuitkering uitbetaald wordt. En dan ga je eigenlijk gewoon het normale tarief wat je. Via de aangifte ook moet betalen, betalen. En dat heet dan bijzonder tarief. Ja, het is bijzonder Omdat... hoog. <laughs> nou, ja. nee, het is net zo hoog als dat je betaalt als dat je zou moeten betalen. Alleen daar wordt over die uh, varianten of die, die, hmm. die, die, die onderdelen wordt daar geen uh, loonheffingskorting op toegepast. Ja, duidelijk. Um, we gaan uh, richting, uh, richting het einde. Is altijd, gaat snel. Ja, het gaat super snel, hè? Ja. Zullen we eens kijken of we het nog een keer heel eventjes uh, kunnen, kunnen samenvatten? Want een werknemer die ziet uh, zijn loonstrook, dat zien we, die ziet daar waarschijnlijk zijn bruto loon in. En van het bruto loon gaan een aantal componenten af. Welke waren die ook alweer, um, premies voor pensioen, premies voor uh, WGA-verzekering, hia een bodemverzekering, maar ook een accidentverzekering? Um, dan komt er weer wat bij. De fiscale bijtenden van de auto bijvoorbeeld komt erbij. Uh, dan heb je je, 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 je bruto loon... waar ook de loonheffing over uh, plaats gaat vinden. Ja. En daarnaast heb je nog een aantal extra netto vergoedingen. Bijvoorbeeld die declaratie die je gedaan hebt voor de kilometers... of, uh, uh, of netto inhouding voor uh, 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 de personeelsvereniging... of het uh, potje lief en leed. Dat zijn allemaal netto inhoudingen. Ja. Dus dat zou je dus kunnen zeggen is dat het bruto loon min en plus al die dingen die erbij komen... dus min je pensioenpremium, maar plus je leaseauto... en die premie die je betaalt, dat dat het SV-loon is? Ja, staat er ook uh, vaak bij. Hè? Dus dat is, en daarvoor betaal je dus belastingen... maar daarvoor ben je dus ook voor verzekerd voor arbeidsongeschiktheid voor dat bedrag. Ja, klopt. Ja. En bovenop dat bedrag, daar zit een aantal vergoedingen bij onkostenvergoeding, uh, gebruik van internet, uh, thuiswerken, uh, uh, ja. koffiegeld, uh, nou, ja. alles. En niet dat dat daardoor krijg je netto meer. Dus dat is voor werknemers heel fijn. Alleen daar bouw je geen rechten nee, over. Die vallen overal buiten. Ja. Nou, ik heb wel een paar keer meegemaakt dat die vergoedingen echt wel heel riant zijn. Ik bedoel dat je echt denkt, ook weet je, ik denk niet dat dat er dat het de reden... Reëel, 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 reëel ja. reiskostenvergoeding is het, Iedereen weet dat dit echt fors meer is. Uh, dat, dat de werkelijk kosten voor salaris zijn. Ja, voor lager, ja. ja, weet je dat ook dat is aan banden gelegd uh, voor werkgevers in een werkkostenregeling. Maar goed, de uh, kilometers, ja. Weet je, als die, uh, die werknemer echt die kilometers rijdt. Dat, uh, ja. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, is dat je, nou, laten we zeggen dat je echt die werkelijke kilometers rijdt. Uh, maar dat je auto echt geen 21 cent per kilometer kost. Nou, ik denk dat je met 21 cent niet gaat halen. Je moet niet alleen de, de benzine rekenen. Ah, dat is waar. Ook de af En het risico. Wat denk je van het risico? Het risico op, op aanrijding is natuurlijk vele malen groter als jij 60.000 kilometer rijdt of 10.000 kilometer per jaar. Ja, dat is dus waar. die schade is dan wel voor rekening van de werknemer. Ja. Dus 21 cent is echt geen riant. Uh, maar goed, dat is het maximale wat je fiscaal onbelast mag uitkeren. Ja, ja, ja. En de werknemer mag iets meer uitkeren, maar dan is het ook een stukje belast. Okay. En wat is nou de punchline? Wat, wat moeten mensen die deze podcast hebben gehoord nou echt uh, meenemen? Um, nou ja, heel kort door de bocht denk ik dat heel vaak mensen zeggen van... nou ja, weet je, een je uitkering is 70% of 75% van je, je laatste verdiende loon. loon. Oh ja, laatste verdiende loon. Ja. je maar begrip. Wat Precies, is dat dan? Wat, wat is dan? dat? Nou ja, die loonstrook geeft heel veel informatie van wat is dat dan? En uh, dan is het ook nog wel van een tijd eerder, want het gaat een jaar voordat jij ziek werd, die twaalf loonstroken die je gehad hebt. Hmm. Maar daar kun je wel heel veel informatie uit halen. Ja, dus wat eigenlijk handiger zou voor werknemers zijn, die uh, nieuwsgierig zijn over wat waar ben ik nu voor verzekerd in het kader van arbeidsongeschiktheid, is dat ze dat uh, het SV-loon pakken of het loon wat gebruikt voor de loonheffingen. Ja. Dat loon pakken ze. En dan surfen ze op internet en dan gaan ze naar een bruto-netto-calculator. En nou, dan, dan zie je wat dat netto betekent. Alleen er zit één groot verschil. Dat legt hij me uit. Is dat 70% van je bruto-loon netto niet hetzelfde is als 70% van je uitkering. Nee. Want dat is het verschil zit de arbeidskorting. arbeidskorting, ja, maar ook nog een andere. Ik had laatst iemand die had... Uh die had kinderen jonger dan twaalf jaar, nou daar is ook weer een aparte heffingskorting voor. Mm. Nou die hield netto echt een stuk minder over. En ik dacht van nou, het gaat niet goed. Waar zit het hem? Ja. Uh, maar goed, het, het klopte helaas wel. Dus die was echt wel een, een kreeg echt een stuk lager netto inkomen. Is het tientjeswerk? Uh, nee, het was meer. Dat is honderden euro's, hè? Ja, die ervaring. Op jaarbasis, heb ik ook. ja, ik reken op jaarbasis, hè? Dus dat. Uh... Nou, ik heb wel, uh... ja. Uh, ja. Hey, we hebben volgens mij um, Brekennet en uh, Visma Raad heeft zo'n performer-calculator. Ja. Mm -hmm. nou, als je daar gewoon een soort: uh, uh, 2500 euro bruto uitkering en 2500 euro bruto loon en je doet dan een bruto netto-calculator, dan kom je echt een schil van een paar honderd euro netto per maand. Dus ja. Dat is echt. Uh, ja, ja. Nou, en dat kunnen dus werknemers zouden dat kunnen voorkomen. Want je, als je de uitkering overmaakt naar de werkgever in plaats van naar jezelf, kan je wel gebruik maken van de arbeidskorting. Ja, tot de tijd dat je nog in dienst bent hè? en daarna dan, uh, ja, dan val je toch, uh, toch terug. Mooi, dankjewel. Ja. Ik hoop uh, dat, het, uh, dat het behulpzaam was. Uh, ja, iedereen. dat hoop ik ook. En dan uh, gaan wij volgende keer, want we hebben nog een podcast gepland. Dan gaan we verder in, op meer, uh, verder in over het verzekerd loon en het netto, netto loon. <laughs> Ik zie je zo kijken van het is helemaal niet waar. <laughs> Het ging toch netto besteedbaar oh, inkomen? Oh ja, netto besteedbaar loon. Ja. Oké, okay, dan dus gaan we verder inzoomen op wat er nou gebeurt op je huishoudrekening. En als ja. je partner ja. ook inkomen heeft. Ja, want dat is weet je, de insteek die wij doen in het persoonlijk financieel plan. En dan gaat het niet over zeker netto loon. Want weet je, als jij netto 2000 euro hebt en ik heb netto 2000 euro. Misschien kan jij er heel goed mee rondkomen en ik absoluut niet. Dus het is wel helemaal afhankelijk mm. van een heleboel andere factoren. Oké, okay, oké. Okay. Dus um, vandaar. Dank je wel. Ja, het een volksgast was leuk. leuk. Dit was de Werkwaarde podcast. Abonneer, deel en reageer via je favoriete podcastplatform om de podcast te ondersteunen.